Het kabinet zegt dat het vertrouwen heeft in de toekomst. Maar als je het regeerakkoord leest, dan zie je vooral dat ze vertrouwen hebben in toekomstige generaties. Dat zij de problemen gaan oplossen. Regeren is vooruitschuiven. Dat blijkt uit het regeerakkoord. De veehouderij, een van de grootste vervuilers in Nederland, wordt niet aangepakt. Geen inkrimping van de veestapel. De financiële problemen worden letterlijk op het bord van de burger geschoven. Vlees en zuivel worden net zoveel duurder als groente en fruit. Hoe onlogisch is dat, wanneer we weten dat vlees en zuivel het meest milieubelastende onderdeel van het voedselpakket is? En dat alles om BV Nederland zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor ondernemers, een belastingparadijs. Want die worden nou juist ontzien. De coalitiepartijen willen ons graag doen geloven dat dit het groenste kabinet gaat worden. Maar kijk je naar hun ambities, dan liggen die vooral in de toekomst, in 2030. Na ons de zondvloed. Zelf nemen ze nauwelijks maatregelen en als die maatregelen worden genoemd in het regeerakkoord, dan zijn ze hooguit vrijblijvend. CDA, VVD, D66 en ChristenUnie hebben eigenlijk maar één ambitie. En dat is regeren. Maar regeren is in hun definitie vooral vooruitschuiven.